Ik zie er weer een. Ik zie weer een hek. Ja, ja. Vorig jaar heb ik 2 heksen bij me weggehaald. Ja, klopt. Ja. En nu gaan ze voor een leuk prijsje, hè? Ja, ze staan er nog tegen. Want deze is nu 3 euro. Ja. Want we zijn alles aan het opruimen en we hebben deze nog. En ik zie er nog een. Ik zie er nog een met een kruis. Ja, ja. Dat is, deze is 5 euro, deze. Ja, die. Dat is met kerkhof. Ja, laten we ook een beetje vrolijk doen op de camera. Ja, dan kom je op YouTube, hè. Hoe, dat hoeft niet hoor. Ja, ik sta er nou al op. Eigenlijk een dikke bult. Jij vraagt aandacht en dan kan je krijgen ook. Ja, wat je de aandacht hebt. Ja, wat verkoop je? Eigen gemaakte sieraden. Doe je helemaal goed. Dat dacht ik ook. Ja, dat is perfect. Maar we hebben er ook al gestaan, dus we gaan nu even zitten. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ik had jullie al een keer eerder gevraagd om mee te helpen denken aan een andere naam voor mij, voor mijn YouTube-kanaal. Misschien dat jullie iets leuks weten. Het is vandaag, zaterdag, 27 april. En we leven op de tijd van 12 minuten overeen. En ja, er zijn er vandaag een heleboel jarigen en die vieren het allemaal op hun eigen manier. En ook de grootste dief van Nederland, tenminste de mededief. Een huichelaar is vandaag jarig. Ja, en dat wordt groots gevierd. Hoe dan? We weten toch allemaal dat we geen koning hebben? Althans, dat verwacht ik wel dat iedereen dat weet. Dus ja, waarom zal je het gaan vieren als we geen koning hebben? Ga gewoon iets anders doen. Ja, je kan wel een markt organiseren, maar ga het anders noemen. We hebben geen koning, dus ook geen Koningsdag. Nee. We hadden vroeger ook nooit geen koningin, dus we hadden ook geen koninginnedag. Maar maken gewoon het feest van het volk. Daarom zeg ik nu gewoon voorlopig Wappiesdag. Want zolang wij geen koning of koningin hebben, krijg ik dat amper nog op me, hè? Je weet wel. Dus ik zeg Wappiesdag. Allemaal een hele fijne, liefdevolle Wappiesdag. Ja. En ja, wat ik ga doen, ik ga zoiets met mijn meisjes uit. Trouwens, ik heb eerst nog een broodje te nuttigen en een bakje koffie. En dan ga ik met mijn meisjes uit en daarna ga ik de scootmobiel pakken. En dan is het horiopje op naar de markt. Jullie gaan mee. Ik hoop dat ik iemand kan spotten die heel den helder eigenlijk ook niet moet. Ik noem geen namen. Nee, want dat is ook zo'n vuile huichelaar. En ook een dief. Een azijnzeiker is het ook nog eens een keer. Ja, je hebt zoveel azijnzeikers ook, hè. Ja. Maar deze, nou, dat is toch wel het uitschot. Ja, dit is vreselijk, deze vent. Die is geen goed woord waard. Maar, hij heeft ooit een zaak gehad, een klokkenwinkel of een klokkenmakerswinkel, weet ik veel, aan bekende klokkenmaker. Nou, ik vertrouw die klok hem niet toe. Nee, echt niet. Ook al zal die misschien zo goed wezen, maar hij steelt gewoon ook van je af, hè. Ja, want als ik hem in huis zou nemen, oh, dat kan ik wel gebruiken, dat kan ik wel gebruiken, dat kan ik wel gebruiken. Hup, Pekin, het is winter, ze ziet het toch niet. En dan moffelt het hij gewoon in zijn buzen, of zijn jas, die aan hebben, wat dan ook. Ja. Maar in ieder geval, zo'n vent wil je niet. Nou, hij komt er wel in. Ja, hij komt wel op de vlog. Als ik hem zie tenminste. Want ja, op die markt is het 9 van de 10 keer smorende druk. Ja. Ik kan ook niet mijn houder eruit doen voor mijn mobiel. Want die wordt eraf gelopen. Dus dat doe ik dus maar niet, hè? Nee.
Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet allemaal van deze dag. Doe het met een lach. Ben je jarig, vier je verjaardag en wees blij en doe je ding. We hebben wel iedere keer ook regen. Wordt er iedere keer ook gebeld. En toch, nou is het droog en blijft sowieso een hele tijd droog. Ja, en ik zal even naar die andere kijken. Daar is het ook droog en blijft het ook voorlopig droog. Dus ja, wanneer we weer regen krijgen, weet ik niet. Maar dat merken we straks wel weer. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En geniet gewoon een beetje mee. Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis van de meisjes uitlaten. We gaan ons nu weer klaarmaken om weg te gaan op de scootmobiel. Maar ik heb mijn vest uitgedaan, want ik zweet me het apenzuur. Ja, ik doe wel mijn dikke jas aan, want ik zit stil op mijn scootmobiel. Jullie gaan mee. Gewoon doodnormaal. En de telefoon gaat in mijn... Waar is mijn telefoon? Daar. Ja, natuurlijk. Loopapp heb ik net uitgezet. Dus ja, die gaat in de tas. Ik kan niet in de houder, want dat wordt er afgelopen. Ja, dus dat doen we maar niet. Maar jullie gaan mee en jullie heb ik gewoon zo in mijn hand. Ja, we slingeren van de ene kant naar de andere kant en we doen alsof we dronken zijn. Woepie! Maar nee, doen we niet. Dan rijden de andere mensen over hun voeten. Ja, moet ook maar niet. Maar ik hoop wel dat ik die ene meneer zal zien en zal ik nog inzoomen ook. Ja, als ik hem zie. Hij zou op de markt staan, maar hij heeft geen vervoer. Dus hoe komt hij daar? Ik niet weten. Op de fiets, beetje bij beetje. Maar oké, lieve vrienden, geniet van alles en geniet een beetje mee. Ja, lieve vrienden, ik hoor muziek. We gaan even kijken. Ik blijf er niet, want het mijnt te veel herrie. Dus ja, we gaan er gewoon even naartoe. Dus ja, ik draai jullie zo meteen eventjes om. Wie weet zit hier wel die vent. Want die zoekt altijd muziek op. Oh, wat merk. Nou, we zitten er niet, maar we gaan gauw weer terug. Ik zal me even zachter doen. Nee. Ja. Wil je een broodje? Ja. Oh, wat beroemd hoor. Oh. YouTube. Oh, kijk nou. Corina met IE, de C-O-R-I-E-N-A en de B-V-O. Oh, leuk. Hallo. Hoi. Ook even frisse neus. Nee, dat dacht ik van jullie aan. Waarom gaan er vanmiddag op het pad staan? Weet ik niet. Kleding op de grond? Ik zie geen kleding op de grond, maar doet er niet. Ik zie weer een heks, ik zie weer een heks. Ja, ja. Dan moet ik weer even naartoe.
Ik zie een heks. Ik wil even achteruit. Ik zie een heks. En de Als je in Nederland woont, spreek Nederland. Jullie zien toch dat ik naar die kraan wil? Ik kan ook niet alles tegelijk. Ik zie er weer een. Ik zeg, ik zie weer een hek. Ja, ja. Vorig jaar heb ik 2 heksen bij me weggehaald. Ja, klopt. Ja. En nu gaan ze voor een leuk prijsje, hè? Ja, ze staan er nog steeds voor. Want deze is nu 3 euro. Ja. Want we zijn alles aan het opruimen en we hebben deze nog. En ik zie er nog een. Ik zie er nog een met een kruis. Ja, ja. Ah, dat is, deze is 5 euro, deze. Ja, die. Dat is met kerkhof. Ja. Oh, schitterend. Je bent ook nog helemaal nieuw in doos zelfs. Nou, ik heb een boodschappentas bij me, dus nou, alle drie inpakken. Alle drie inpakken? Ja. Ja, ze is gek van heksen dus. Ja, ik ben er, ik naar elkaar toe heb ik iets af, ja. Hè. Kijk, die meneer heeft een leuk tafeltje voor u. Dus. Nee, ik heb tafeltjes genoeg. Ik moet even mijn camera uitdoen, lieve vrienden. Dus tot zometeen. Nou, ben je gelijk weer een beetje lichter. Nou, zo is het. Kan je nog wel wat dingen... Hè? Misschien nog wat hier zitten. Ja, nou, dan leg je het hier natuurlijk. Dan schuiven we dit weer een beetje weg. Kom maar hier ook, hè. Hier. Had je nog meer van die beelden dan? Dat wel, want ik denk dat we het gewoon van de tafel moeten pakken. Van de heksen heeft hij nu denk ik echt alles. Nee, okay. Dat is echt nee, omdat je daar nou nog hebt staan. Ik denk, hij pakt het in de doos en dan hup. Nee, ja, we hebben van die nog ene, meer. Van zeg maar die, daar heb ik nog een hele grote doos van voor. Oké. Nou, succes lieve. Ja, dankjewel. Ik moet eerst weer hier weg zien te komen. Ja. Nou, tot volgend jaar, hè. Veel plezier. Dank je. Nou, heb ik weer een paar heksen erbij. Helemaal geweldig. Helemaal geweldig. Nou ja, en daar hebben we weer vlag gehangen. En die mensen die slapen gewoon nog, hè. Mensen die vlaggen uit hebben hangen, die slapen nog. Ja, ja. Maar ja, ik hou dit keer jullie niet continu aan. De heenweg aan en de terugweg uit. Ik vind het gebakken. Daar zie ik ook nog eens. Het dino! Tenminste, als ik die ene gast zie. Waar die is, als die er al is. Zou ik niet weten waar die zal staan of zal zitten. Ja. Ik vind het gewoon leuk. Ja, een beetje droog gehouden. Nee. YouTube, hè? Ja, wat heb ik een zeil afgeven? Je bent gekocht. Oh, heerlijk. Dat zonnetje. Geweldig. Daar geniet ik van. Kijk, die is aan het vol. Ja, klopt. Als een beurt. Maar we gaan eerst recht door. Verse friet. Ja,
ja, ik kan het wel zeggen, maar is het ook zo? Ik ben ook wel 2-3 dagen oud wezen. Lolo. Ik ga weer even dichterbij. Kleding, schoeisel en andere apparatuur en de schaaltjes. Ja, ik ben aan het vloggen. Oh, wat leuk! Nou, even duimpje omhoog, hè? Corina met IE, de C-O-R-I-E-N-A en de beestenboel. Nou, hartstikke mooi. Dus zoek me maar op, dan kan je ergens de andere week of die week erop vinden. Gaan we kijken. Oké. Okay. Goed. Zeg maar dag met Randje. Ik hoef niet op beeld. Beel. Ik hoef niet op beeld. Dappedappedap. Dan moet je hier sowieso niet gaan zitten als je niet op beeld wil. Ja, want dan kom je mij tegen. Waarom doe je dit niet? Ik dacht dat ik een leeuw zag. Nee, is geen leeuw. Shit. Ik dacht dat ik een leeuw zag, maar het is geen leeuw. Dat knuffelbeest. Dit is geen leeuw. Vanaf is een paard of zo. Een nijlpaard lijkt het meer. Maar ik dacht, op afstand leek het op een leeuw. En ik zoek nog leeuwtjes. Ja, nee. Kleine leeuwtjes. Die heb ik sowieso niet. Sorry, daar kan ik u niet mee helpen. Voor mijn liefhebbende dochter, die heeft een auto. Ja. Een Seat Lion. En als je die auto ziet, dan kwijl je. Zo erg. Zo mooi heeft ze hem opgepimpt en ze blijft bezig. En op de voorgril hangt een leeltje. Op de dashboard in iedere hoek ligt een leeltje. Dat is wel leuk. Daarom. Vanuit het station naar mijn school, naar het ROC, dan die erover gaat. Eén zo'n ding bij school. Ja, ja. Nou, gaan we lekker. Ik ga even. Oh ja, zal ik even uit? Ja, en zo is het er niet hoor. Die is aan een bak koffie, geniet ervan. Het zonnetje is warm. Ja, echt waar. Verrippen de pip, ik zie een draaiorgel staan. Dat is ook voor het eerst. Dat ik hier een draaiorgel zie staan. Oh, hij staat achter de hekken. Dat is toch een leeuw? De leeuw? Ja! Dat is echt een leeuw! Nou, Karin, ik heb er weer een. Ik denk dat het wel een beetje groter, maar ik zie. Maar ik heb er weer een. Ja, ja! Wat kost die? En een roodje!
daarbij komen? Ja, want ik ben aan het vloggen, hè, gelijk. Oké, kijk aan. Jullie komen op YouTube. Iedereen heeft recht op zijn eigen afwijking om mij naar bed te nemen. Ja, hij zit erin, hij gaat in die knip. Lokkie de Leeuw gaat mee. Hij gaat mee. Helemaal mooi. Mijn dochter die heeft een hele mooie auto. Ja. Met Lion op het einde. Ah, oké. En op haar voorgeel zit ook Ome Leeuw, maar als die vergaat, kan deze. Mooi leeuwtje. Ja. Dus, weer eentje. Helemaal goed. Dank jullie wel. Hartelijk en een hele fijne dag. Kinderen brouwen en al. En hij is heel lekker. Ik wil hem beamen. Haha, in het zonnetje is het warm. Jazeker. Nou, eindelijk. Vanochtend zag het er schrikkelijk uit. Ja, dat weet ik. Toen lag ik ook nog lekker op mijn bed. Ik heb maar kijken, maar. Maar hè, buienalarm in de gaten houden, hè. En ik zit stil. Ik denk, doe wel mijn dikke jas aan. Nu loop ik even naar juist. Wat is het, schat? Maar Lissie gaat zo naar huis. Kijk, en dat is ook zo mooi, hè, allemaal. Ja, dat is mooi, dat is mooi. Ja, dat is mooi. Maar we moeten die kant op. Ik zal kijken of ik het tussendoor mag. Dank u. Halleluja, het is warm, mensen. Daarom zeg ik het zonnetje is warm. Wat geef je? Leg maar neer. We hebben er nog meer. Oh. Zal ik hem in de kast? Ja. Nou. Ach ja, ik laat jullie toch wel even aan hoor. Dat kan nog steeds. Delfts blauwe tegeltjes. Voor de liefhebber. Ja, kijk, ja, zo. En dat wordt al. Brug? Zijn brug, ga je dat ook zien? Ja. Home is waar de hart is. Ja, nou, bij mijn thuis, daar is mijn hart ook. Nou, nee, eigenlijk boven. In de hemel. Bij mijn man. Ja, ja. Oh, ik moet links, links, links. Want er staat hier een. Waarom zetten ze dat zo del? Waarom zetten ze dat zo neer? Ja, we rijden vaak lang. Je rijdt er eigenlijk in de houders, rijden zo tegen. Ja. Maar ja. Ja, jij bent erin. Ik heb die vent die ik moest zoeken voor Mary nog niet gezien. Maar ja, ik kan het ook over de kop zien. Even deze mensen halen. Dan krijg ik de zenuwen van. Hoppata. Die taartovenaar. Wat staat je snavel voor? Dat kindje heeft een mooie rokje aan. Het is wel oranje, een kleur waar ik op tegen ben van vandaag. Maar hij is leuk. Ja, echt leuk. Waar is het?
Ja, we gaan verder. En die heeft allemaal goud om zijn nek. Die heeft meer geld dan ik. Ja. Eet ze. Nou, dat kan je wel. Doei. Beetje rommelachtige spulletjes hier. Daar zitten de kids. Oh, maar dat is jouw roodeur. Daar is een poesiecat. Dat is geen leeuw. Geen leeuwtje, nee, geen leeuwtje, geen leeuwtje. Dan moet ik hier weer omheen. En dan heb ik nog jeuk ook. En toen stond er stil. Snoeptop, rookiechips, kleine zakjes. Niks voor mij. Ja. Tjoe, Musky. Hallo, het zonnetje schijnt. Ja, gelukkig wel, hè. Van 5, 6. Ja, is mooi. Ja, dat wordt andere maand nog mooier. Oké. Okay. Ander kleurtje die nog niet gezien is op YouTube. Vet tof. Ja. Vet tof. Gewoon, ja, zo zie ik mezelf ook. Een van mijn volgers die vroeg om twee kleuren. Ja. Blauw en groen. Ja. Ik zeg, moet ik eerst even bekijken, want het wil bij mij niet meer pakken. Dit behoort rood te zijn. Ja, ja, ja. Ja, ik ben zelf wit. Ja, dus ja, het moet op verrot en maar kapot haar. Je moet het roze ook mooi. Ondanks dat je nou, grijs bent, moet het op... Nou wil die blauw of groen. Ik zeg, kom je zelf op te zien als je me maar blijft volgen. Ja, ja. Dus, maar ik zeg, eind andere maand ga ik naar wil het goed pakken, dan moet het echt ontkleurd worden. Ja, maar het is van mezelf wit. Ja, maar dat maakt niet uit. Het moet op kapot en poreus haar. Oké. Okay. Nou ja, dus ja, het is echt... We zullen het wel weten. Ja, het is echt heel ernstig, maar... Ja, ze zullen het wel weten. Ja. Ik ga er altijd naartoe. Ik mag er ook filmen. Dus, ja, leuk. Mijn YouTube-kanaal, wil je die weten? Ja. Corina met IE. Dus Corina. Ja. En de beestenboel. De beestenboel. Ja, en de beestenboel. Oh, dat is makkelijk. Ik ben beter als beestenboel. Ja. Ah. Ik heb dus 2 honden en een kat. Ja, dat is toch mazzel. Dat is toch een kop. Corina's beestenboel, Petra's nee, beestenboel. Corina en. En beestenboel. Petra. Oh, ik heb geen en. Ik heb Petra beestenboel, Corina en. Nou ja. Zit je ook op YouTube? Ja. Nou, dan ga ik je opzoeken. Dus, maar ik kijk alleen films. Ik zet er niks op. Oh ja, ik dus wel. Dus. Nou ja. Ik ga hem opzoeken, zeker. Ik ben al vanaf 2017 bezig. Dat is het jaar dat mijn man is heen gegaan. Ja. Leuk. Nee, dat is dus opzoeken. Niet leuk, hè, dat mijn man is heen gegaan. Nou, fijne dag verder. Ja. En ik spreek je. Doei. Nou, weer leuk, weer leuk. Allemaal leuk, leuk, leuk. Leuk, leuk, leuk. Oh ja, misschien komen mijn broer en mijn schoonzus nog wel weer tegen. Ook dat kan allemaal. La, 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 la. Er is ergens weer muziek. Of het komt uit een box. Ook dat kan nog. Ik ga hier omheen. Oh, in mijn ring. Zo, die gleed weg. Oh, dat vind ik wel die muziek. Als de bossen in de straat.
Oh, en dat is iets waar ik niet tegen kan, hè. Zoveel herrie kan je zelf niet meer horen denken. Had ook wat zachter gekund. In een kuil. Wat eng. Hier werd gezocht natuurlijk in de eerste rand, maar aan het reden. Ja, het wordt nou wat rustiger. Goedemiddag. Hey. Wat verkopen jullie? Ja. We hebben een paar tapas, laatste twee bakjes en wat spullen hier ook. Toppie. Nou, wat een leuke motor. Trouwens, wat een leuke motor, zeg maar. Even, normaal heet het een scootmobiel. Ja. Maar hier in Nederland zeggen we er een booster tegen. Oh ja. Dus ik heb geen booster in mijn arm gekregen, maar nee. Ik rij op een booster. Ja joh, op die manier. Top. Ja. En je komt op de vlog. Oh, ja. Op YouTube. Ben jij, bent u dan een vlogger? Oh, leuk. Met een kanaal. Kanaal dan. Ja, kom maar. Kanaal. C. Wat zei je? C. De C. C. Ja. O. O. R. R. I. I. E. 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 N. N. A. A. Spatie. En de beesten. Ja, dat ben ik. En ik heb een andere kleur haar nog. Ja, nee. Maar ja, dan kan ik wel aan de gang blijven. Hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt. Neem je ze goed? Vol. Lekker lidden. Sluimbaar. Sluimbaar. Hoog zwaaien. Hoe gaat het? Nou, zit u dan ook een baklava? Nee? Ik heb geen. Oké. Doei. 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 Hoi. Ja. Nou. Een hekskleding, nou ja, voor kinderen. Het zijn kleine jurkjes. Daar heb ik er niks aan, nee. En die hoed hoef ik niet, nee. Ik heb een mooie hoed, een echte. Nou, dan gaan we naar het einde. Daar kan ik draaien. Mag ik hopen. Er staat weer een hele groep midden op de weg, weg, weg. In plaats van op de toep, toep, toep. Waar het leeg, leeg, leeg is. Ja. In plaats dat ze aan de kant gaan staan op de toep of zo. Er is niks. Het zonnetje is zo lekker. Daar word ik blij van. En het zonnetje, daar word ik blij van. Nou, dan gaan we even draaien. Hoppata. Hoppa. Wat grappig. Wat moet het voorstellen? Het zijn leuke katjes, maar voor wat? Halloween. Halloween. Ja, maar dat is het nog niet. Nee, nee, nee.
kan me wel vast hebben. Kun je kaarsjes in doen en dan? Nee, dat vliegt in brand. Ja, ja. Kun je kaarsjes in doen, lampjes in doen? Lampjes denk ik eerder. Ja hoor. Wat zou dat nou kosten? 15 euro. Ja, heb ik nou niet. Ik heb al heksen gekocht. Want ik ben zelf ook een heks. Ja, ik kan maar een stukje laten zien. Oké. Okay. Want dan zit dat mijn elleboog. Dan past dat er goed bij. Ja, ik ben ook een heks. Kijk, je ook aan mijn oorbellen zien, hè. Ja. Zou het er goed bij passen? Ik ben de goede heks, een witte. Oké. Okay. Nou, ik werk vanuit mijn hart en via mijn man. Zegt u? Ik zeg, ik werk vanuit mijn hart en via mijn man. Oké. Okay. Ik kan ook andere mensen helpen. Kijk. Ja, niet qua gezondheid, maar als een dierbare van hun heen is gegaan en ze willen weten hoe en wat, dan kan ik via mijn man met die anderen weer spreken erboven. En dat kan ik weer doorgeven. Okay. Maar moet mijn man het wel aan mij zien dat ik het op dat moment aan kan, omdat ik zelf ook natuurlijk, ik zit hier niet voor lol in en ik zie haar. Dus. Maar oké, okay. En ik ben nog vlogster. Kijk, dat heb ik in de gaten. Je komt op YouTube. Kijk, wat mijn naam, als je jezelf wilt vinden over een week of twee. Corina met IE. Corina? Met IE, C-O-R-I-E-N-A. En de beestenboel. Want ik heb twee honden en een kat. Oké. Okay. Dus. Ja. Nou, geniet ervan. Hey, goed, succes. Dank je. Nou. Hoi. Hallo, zit er nog wat tussen? Nee. Ik heb al een tas vol geladen. Met heksen. Ja, ik ben zelf ook een heks, dus ja, je koopt de heksen op. Ja, okay. En ik ben aan het filmen. Voor op YouTube. Oh, je hebt mij helemaal niet gevraagd. Hoeft ook niet, het is op straat. Oh, ja. Openbare weg, dus ik mag filmen wat ik filmen wil. Nee, die hoef ik niet. Ik heb een elektrische. Wil je nog drops, Johan? Kan je nog voor jou? Ik kan misschien wel zijn. Pinnen mag? Waarom pinnen? Wat is dat? Ja, zeker. Oude regio's. Ik was wel aan het werk. Ja, dus op daar. Nee, dat weet ik toch helemaal niet. Ja, precies. Ja, neem een vijfje. Oeh, wauw, dat is mooi. Wat heb jij mooi haar? Schitterend. Echt wauw. Ik zie weer een knuffeldiertje, een oranje, nee, ba, jakkes, ba. Makkelijk, wat is makkelijk? Ik hoef geen oranje, nee, ik ben niet oranjeachtig, nee. Ja, ik wist het niet hoor. Ken je van mij een hond? Ja, ik zou hem echt wel een prijs maken. Maar dat is niet voor mij. Is het jij niet meer? Nou, dat weet ik niet. Ik moet er weer even over nadenken. Daar moet je even over nadenken. Wat ik kan doen, ik ga je wel zeggen. Ja, laten we ook een beetje vrolijk doen op de camera. Ja, dan kom je op YouTube, hè? Oeh, dat is niet hoor. Ja, dat staat er nou al op. Eigenlijk wil ik een beeldje. Jij vraagt aandacht, dan kan je krijgen nog. Ja, wat je de aandacht hebt. Ja, wat verkoop je? Eigengemaakte sieraden. Doe je helemaal goed. Dat dacht ik ook. Ja, dat is perfect. Nou, we hebben heel goed gestaan, dus we gaan nu even zitten. Dat doe je goed. Ga je zelf ook nog op de camera? Ja, dan kan je mij volgen op YouTube. Onder de naam Corina met IE. Dus C-O-R-I-E-N-A. En de beestenboer. En de beestenboer. Ik heb twee honden en een kat. En dan zie je mij ook.
Dus blijf me volgen, want ja, er komt steeds veranderingen ook in mijn uiterlijk. Ik heb nou, ja, ik heb u vaker gezien. Ja, we hebben ons eerder gesproken. Dit had rood moeten zijn, hè? Maar nee, dan had het oranje moeten zijn. Nee. Ik ben tegen oranje, want hij bestaat niet, hè? Het is allemaal flauwekul. Kijk, wij begrijpen elkaar wel. We zijn wappies. Juist. Ja. Nee, ik snappie. Ik ben een snappie. Ja, nou ja, snappie, wappie, snappie. Wappie vindt niks. Nee, nou, dan zijn we een snappie. We zijn snappie. Ja. Vind ik nog veel mooier ook. Het klinkt veel beter. Ja, dat dacht ik. Maar nee, zoals Willem, het is gewoon een boerenjongen. Het hele koningshuis is niet rechtmatig, hè? Nee. Wilhelmina was gevlucht. Ja, dat dus, weet ik. Juist. Ja, en Juliana, die is geruild tegen een boerendochter. Ja, omdat, dat weten mijn volgers allemaal. Ja, want Juliana was een Montfloïde. Ja. Dus dat was ook al niet echt Juliana. Nee. Dus ja, wij zijn wakker. Wij snappen het. Maar al zo die vlag, weg die vlag, want die slapen nog. Die vlag hangt verkeerd op. Ook dat, mag ik blauw. Hey, die heb je er niet opgezet voor YouTube, hè, wat langs kan vliegen. Ja, nee, maar daar ben ik bang van. Ja. Maar in ieder geval, die, ze gaan al verkeerd, toch? Of ze slapen nog. De meeste slapen. Zij worden steeds meer wakker, hoor. Of je zoiets hebt van, het klopt niet helemaal. Juist. En dan zeg ik altijd, nee, het klopt helemaal niet. Zoals, ik kan niet goed Engels, hè. Die chemtrails. Chemtrails, ja. Maar iemand had laatst ook. Daar zit vergif in. Maar wat is de lucht mooi, hè? Nou, de lucht is helemaal niet mooi. Nee. Maar op het journaal, met het weerbericht, zei hij eindelijk, had hij het eindelijk over die chemtrails. Met het weer. Ik kijk geen journaal, van ik kijk week. Geen praat. Ik ook niet, maar ik kijk wel graag al van alle prille begin. Goede tijden, zwarte tijden. Nou, we zitten nou in de zwarte tijden. Maar ik mag het gewoon graag zien. Want zoals Laura, die vrouw, ja? Die was nog zo jong dat ze erin kwam. En je ziet haar nu oud worden. Hoe lang bestaat het al? 30 jaar. Ik denk nog langer. Ik weet niet. Ik denk al 35 jaar. Ja, zoiets. Want zij is al ergens in de 70 en zij wordt er nou uitgespeeld. Op een manier dat ze er niet meer in. Ja, nog wel, maar ze wil eruit. Het is voor haar genoeg. Klaar. Maar ze wordt eruit gespeeld, want ze heeft nou zogenaamd, hoe heet dat? Alzheimer. Oh, oké. Zo kun je de mooie uit de serie halen. Ja, dat moet je ook. Maar ze speelt dat goed. Oh, wauw, ja, echt. Ik heb het vroeger gekeken, maar kijk het nooit meer. Kijk niet veel tevreden. Nou ja, ik ben alleen. Mijn man die is er zo overleden, zei je in 2017. Maar er zat s'avonds een vlog in elkaar te zetten. En dan is het veel. Dat kan je niet tegen. Maar muziek kan ik ook niet hebben, omdat ik ook muziek eronder moet zetten hier en daar. Dus dan doe ik een film op. En dan zag je dat ik het wel wat hoor, maar op de achtergrond. Ja, dat het niet storend is. Af en toe juist. En dan kan ik af en toe even toch kijken en pauzeren. Want de vlog in elkaar zetten, dat is ook niet niks hoor. Dat is lang werk. Ja. En voor sommigen ook moeilijk. En soms heb ik het ook moeilijk. Misschien soms stukjes er tussenuit halen. Juist dat. Net was er ook een, ja, die vroeg ook aandacht, net wat jij deed. Je komt wel op YouTube. Ja, maar dat wil ik niet. Ja. Je vraagt toch aan dan? Kees, krijg je. Je komt zo nooit voorbij. Ik en als buiten. Iedereen zo blijft zitten, denk ik, nou, laat ik even zwaaien. Weet je, dat is leuker voor. Ja, maar ik ben buiten en buiten mag het. Ben ik nou in jouw huis, dan moet ik toestemming vragen. Ja. Maar had ik het niet gewild, dan had ik dat moment opgestaan. En dan had ik even weggelopen of zo. Juist. Want buiten mag ik gewoon filmen. Ik hoef niks te vragen. Het is openbare weg, openbare gelegenheid. Dus. En ja, Albert Heijn is een WEF-winkel. Dus dan doe ik geen boodschappen. Welke winkel niet? Vomar. Jumbo, Vomar alles. Niet.
VOMA. Ja, dat doe ik altijd mijn boodschappen. Ja, ik ook. Maar bij de VOMA mag ik niet filmen. En bij Albert Heijn wel. Nou? Want het is een openbare winkel, maar bij de VOMA wilden ze het niet hebben. Omdat er toevallig, per ongeluk, een medewerkster in beeld kwam die er niet in wou. Ja, hallo. Kan ik niks aan doen. Maar ik heb hier een, die kan zo. Daar doe ik mijn telefoon dan in. Oh, in de vlog. Terwijl je en het geluid je... haal ik weg. Omdat niemand weer zit te wachten op het geluid van de booster. Er zit niemand op te wachten. Nou, dan ga ik dus, haal ik weg. Maar ik laat hem ook versneld afdraaien. En dan moet ik dat blurren. Hoe moet ik dat blurren? Als het maar een seconde ervoor is. Niet te doen. Bekijk het even. Ah, joh, mag niet weten wat niet is. Ja, maar ze hebben het gezien. Daarom, ik mag daar niet meer filmen. Je hebt hetzelfde als je foto maakt. Mag je ook niet. Je mag in niet. Hoeverre staat iets er wel of niet op, weet je toch ook niet? Nee. Maar hoeveel mensen lopen er wel met een telefoon rond zo? Ze kunnen net zo goed filmen. Dat weten wij niet. Je ziet ze bijna alleen maar op hun mobiel. Ja, daarom. Nou, liever. Succes! Tot andere jaren, hè. Doei! Doei! Nou, dat was ook even gezellig. Dan kunnen jullie dat ook meegenieten. Ja. Je moet kunnen, zulke soort dingen. Even lekker kletsen, betsen. Wat jullie mogen weten. Anders had ik jullie dicht gedaan, hoor. Ja, echt. Mis één streepje, nou. Ik heb het niet. Oh, dat is het kindje. Emma, In een blonnetje. Dan moet ik eerst mijn ringen goed doen, want het gaat zeer doen. Zo, zit het beter. Kijk, ook wc. Hier hebben ze kerstversiering. En ik heb die vent nog steeds niet gezien. Waar ik voor uit moet kijken van Mary. Ja. Kijk eens wat een mooie hond. Hallo lieverd. Hi schoonheid. Hi. Ik heb ook twee hondjes. Oh. Je wordt nou wel beroemd, hè? Ja. Je komt op YouTube, schat. Oh. Leuk. Hij ruikt hondjes, denk ik. Ja, daarom. Dat is wel. Knuffeltjes. Ik heb hier een kindje zitten. Precies hetzelfde. Ik heb die hele gast nog niet gezien.
Afslag door de Ja, en dan dacht ik dat er nog ergens een straat was, maar ik weet 1, 2, 3 niet waar. Ik geloof rechtsom nog. YouTube oma! Hé, schat! Voor de tweede keer! Ja! Ook al bij de kermis! Ja, goed hè? Het is uit tussen ons, hè? Is het uit? Ja! Oh, hoe doe je dat? Heel lang. Hoe doe je dat? Dat is niet leuk. Hè? Ja, die heb je er. Die heb je erbij. Maar ja, komt het helemaal niet meer goed? Nee. Nee? Ik zie de rapper. Ach, heden. Op school alleen. Ik vind hier bij mij vol. Oh, oké. Nou ja, je ziet ken je zelf in zien, heeft gehad. Mijn nicht stuurde naar me door. Foto, ben jij dit? Nou, toch goed. Ja. Maar ik ga ook weer verder, want ik moet nog ook ergens anders naartoe straks. Hé? Nou, doei lieverd. Doei doei man. YouTube oma, geweldig. Volume raakt een beetje uit. Ja, precies. Ja. Ik ga er een zakje van deze hoek kijken naar. Waarom blijft mijn midden op de weg staan? Ja, oh, oh. Doei, doei. Ja, daar die straat. Je moet je jasje doen, je wordt ziek. Even ging je spieren door. Roos, doe jij mevrouw even helpen? Ja. Twee witte paarden. Bloemen en die andere. Ja. Ja, ja. Nou, er zijn twee streepjes weg. Ik ga jullie zo meteen sluiten. Ja. Anders heb ik zometeen niks meer. En dat doen we maar niet. Tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Heel hard thuis. Ja, nou ja, jullie weten het. Ik had een leeuwtje voor elkaar ingekocht. Ja. En drie heksen voor mezelf. Maar ik heb maar één streepje, dus dat ga ik nou niet uitpakken met jullie. Nee, jullie moeten eerst weer aan de lade, want ik weet niet hoe lang dat ene streepje nog duurt. Maar jullie hebben die heksen in principe eigenlijk ook half om half gezien. En als ik ze uitgepakt heb en jullie zijn weer vol, dan laat ik het verder zien. Maar ik wens jullie wel een hele fijne, liefdevolle avond vanaf deze kant. Geniet van alles met wat jullie doen. En hou je fatsoen. Neem niet te veel van dat spul achterover waar je dronken van wordt. Want ik heb het een en ander vandaag alweer gezien. Nou, dat wil ik liever niet meer zien. Nee, jongens. Zelfs vrouwen kennen er wat van. Ja. En daar hou ik niet van. Nee. Er gaat meer levens door kapot dan dat ze heel worden. Ja. Oh, ik vind hem zo weer leuk, dat leeuwtje. Ja, echt. Maar in ieder geval, de meisjes die zijn ook al oud geweest. Ja, die ligt al van pampers en daar zit Rijken. Nou, hier zit heks 1 in.
Kom ik even zien. Even omdraaien. Nee, dit is een kleine heks. Die kunnen ze amper zien. Omdat er zit weer scholen. Daar zit hij met een of ander beest. Maar het zit helemaal in schuim plastic. Dus ja, dat dus. Maar dat gaan we even straks bekijken. En dan zeg ik ze naast elkaar en dan haal ik jullie er weer even bij. Maar nu ga ik sluiten en ik zeg tot straks maar weer. Nou, daar staan de drie dozen op elkaar. Enkel die ene, dat is met een asbak, maar ik ook niet. Nee, nou, ik zet gewoon een kunstkaartje erin of wat dan ook. Want ik durf niet een echte erbij te zetten. Dan zet ik er gewoon een kaarsje in. Ja. Maar dat zijn de nieuwe heksjes. Kijk, een ratje. En een katje. En een slang. Wat dat voor moet zullen, weet ik niet. Ik zie, oh, een doodskop. Ah, kijk. Ja, nou, en daar hebben we ook nog. Hij is ook zwaar hoor, loodzwaar. We zien of. Ja, dat is ook een doodskopie. En wat heeft hij in zijn hand? Oh, hij is nog aan het schrijven ook. Nou, kijk eens aan. Nou, en die heeft een kookpot. Die is aan het, aan het kokerellen en zo. Ze heeft wat in de hand, maar wat het is. Ook een rat. Een rattensoep. Oh, lekker. Lekker. En dat is de pollepel met weet ik veel. Daar zit ook wat in. Nou, en dat is het asbakje dus. Maar zo die... Die heeft ook een leegje erbij, maar dat heb ik nog uit. En die gaat ook natuurlijk weer uit. En die heb ik vorig jaar dus gekocht, dat weten jullie. En die daar staat. Deze mooie knappert. Die heb ik ook vorig jaar gekocht. Ja, en dan moet ik dat weer een plekje zien te geven, maar dat komt wel. Ja, en... Ja, het leeltje van Karen die heb ik even op het plankje gezet van de diertjes. Dus, nou, en die wil moeder Maria er weg hebben. Nou, er staan nog tulpjes, dus dat gaat allemaal, ja. Ik denk dat ik moeder Maria daarbij zet. Of op de televisie. Ken ook. Ja, komt helemaal goed. Deze is echt loodzwaar. Die valt mee. En dat al helemaal. Dat is maar een klein dingetje. Die is echt loodzwaar. Kunnen. Ja. Nou, ik ben er weer blij mee. En ik ga het een plekje geven. En ja, met Halloween. Het kan dan weer mooi voor het raam. Hè? Daar. Ja, leuk. Geweldig. Maar ja, zover is het nog niet. Dat is pas weer in oktober. Oktober. Ja, lieve vrienden, ik ga televisie kijken. En een vlog in elkaar zien te vlossen. En die dozen, ja, die moeten naar boven. Ja, echt waar. Er zit ook schuimplastic in, of piepschuim moet ik zeggen. Ja, daar zaten ze allemaal in vast. Dus ja, leuk toch? Ik vind het geweldig, echt waar. En dus ik denk dat ik die kleine heks bovenop de soundbox, hoe heet dat ding nou? Ja, weet ik veel, wat de muziek uitkomt. Hé, ik ben het even kwijt, soundbar neerzet. En dus, komt helemaal goed. Want Willy heeft het daar schoongemaakt, maar het staat niet zoals het wezen moet. Nee, dus moet ik eens eventjes naar kieken. Dus, maar ja, dat komt allemaal wel goud. Ja, echt waar. En ook ken ik dat heksje. Daarop staat dat beertje van Karin met het hartje. Dan kan ik me aan de andere kant zetten. Het wordt hier een en al heks. Ja, echt waar. Ik vind het leuk. Ja. Hé? Oh, kijk nou. Daar ligt de Rijken. Daar ligt
kamer. En daar ligt Elwin. Oh, lief. Geweldig. Nou, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond en ja, doe je ding. Ik weet niet waar jullie zijn. Het kan best wezen dat jullie in een kroeg zitten waar live muziek is. Dat hebben we hier ergens in Den Helder ook. Overal en ergens, weet ik veel. En ja, ik hoef geen hoofdpijn te krijgen van die harde herrie, want dat staat mij allemaal veel te hard. Kan je ook nog gehoorschade door oplopen. Ja, ook dat nog. En dus. Maar oké, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb nou de camera even in mijn hand. Want ik wil dit stukje, de afsluiting van deze dag, wil ik nog even overhevelen naar de computer. Zodat ik morgen weer met een frisse, lege camera verder kan. Ja, helemaal goed. De meisjes, nou ja, die ligt daar te koesen. En die ligt daar te koesen. Ja. En ik hou een knopje vast wat ik niet moet. Nee, oh, ik kan het zo slecht, hè. Ik kan beter in de frame houden, ja, hoe elkaar. En dat doet, weet ik ook niet, zoiets. Maar in ieder geval, ja, zo dus. Nou weet ik het. Ja, ik weet het. Maar in ieder geval, ik heb hem normaal, zet ik hem neer of ik heb hem aan die statief vast of wat dan ook. Nou heb ik alleen aan de camera vast. Ik denk, hoe het kaar is dat ook alweer, maar nou weet ik het. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal een genoeglijke nachtrust. Lekker slapen en uiteraard gezond weer op. Gaan jullie naar de kerk? Nou ja, een hele fijne kerkdienst gewenst, uiteraard. En Gods zegen. En jullie weten het ook allemaal, hè. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei doei.